Ik ben Dennis Wening en dit is Robert. En we gaan het nu hebben over tatoeages van celebrities. Dit is dus van One Direction, Zayn Malik. Hij is nu gewoon solo. Die 25 is echt fucking lelijk in zijn nek. Dat is, ja, dat snap ik. Het ziet er echt niet uit. Dat is ook weer door de eerste beste beunhaas gedaan volgens mij. Ik vind dat ding op zijn kop wel tof. De zijkant van je harses. Ik vind hoe dat hier zo ophoudt, vind ik iets minder. Het moest natuurlijk allemaal netjes in zijn haargrens blijven. Ik vind het wel vet. En het is ook wel, je kan het ook gewoon... Als je haar laat groeien, dan zie je er niks van. Ik hou hier dus wel heel erg van. Macklemore van... Where do we go, Mac? This is the moment. Oh, die... Dit is stel gewoon plaatjes, bam, bam, bam. Gewoon zo'n plakplaatjes. Ja, maar al die en plaatjes die zijn ook allemaal wel van die grootte. Dat het ook... ja, dat het ook te zien is wat het is, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat is een vrij traditionele manier van tatoeëren. Die jagged flex, die zijn goed. Je kan zien dat dat een adelaartje is, weet je wel. Ook al zie je er maar de helft van. Er staat een stukje lettering, dat is groot genoeg om leesbaar te blijven. Een panterkop, een weegschaal, een slang, een schorpioen op zijn borst. Iets met een cowboyhoed op zijn andere borst. En dat is de kracht van oldschool tattoos, dat je vaak niet eens het hele plaatje hoeft te kunnen zien om wel te kunnen zien waar het over gaat, zou ik maar zeggen. Dus. Ja, ik vind het echt kicken. Ik kan niet zien wat hij allemaal op zijn lijf heeft. Wat een zooitje. Heb je die leeuw gezien? Een droevige leeuw. Ja, ik zou ook droevig kijken als ik op zijn lijf moet zitten. Maar die kleuren, man, jezus, wat hysterisch. Ja, dat lijkt wel een soort zuurstof. En dan heb je al zo'n, voor mij, een beetje zo'n wittig lijf, weet je? En dan heb ja, je dan kunnen juist kunnen dan heel erg mooi werken. Nou, ze springen er nu wel uit, maar het is een soort, zo'n emmers verf zo, weet ik wat. Ja, een soort Jackson Pollock-achtig. Het is niet best. Wat doet van Maroon 5. Ik vind het wel een tof ding. Nou, op het eerste gezicht helemaal niet zo gek, tatoeage. Dat gezicht van die Zeemermin is wel net even iets minder. Het heeft een vrij traditionele opzet. Dat vind ik wel mooi. Vind ik ook cool. Ja, het mag wel. Het had hier en daar wel wat netter gemogen weer. Hè? Scherper, donkere lijnen, strakke lijnen met veel meer overtuiging en iets meer zwart. Zijn pak is vast duurder geweest dan deze tattoo. Een pittige plek om een tattoo te laten zetten. Ja, die lijnen die zien er zo goed uit. Dus daar kan ik weinig over vertellen. Ik vind het wel echt een kikke plek, man. Ik zou dat ook wel willen, maar ik ben dan toch ook een beetje... Ten eerste heb ik een kippenborst, dus ik weet niet of dat gaat werken. Maar ik vind het wel echt kikken, man. En het maakt het ook wel een soort... Ja, het is een heel traditionele tattoo. Zo moeten de tattoos eruit zien, dan. Dames en heren, fijn dat u heeft gekeken naar Tattoo Talk. En vergeet niet te abonneren.